Een uitgever zegt altijd, u moet het boek zo vaak mogelijk tonen voor de camera. Dus ja, voilà. Doe het maar, absoluut. Geen probleem mee. Zeg, mag ik het zien als een soort van handleiding om de walen beter te begrijpen? Of? Ja, dus te begrijpen hoop ik. Kennen, beter kennen, dat is inderdaad een beetje de bedoeling. Ja, kennen wij te weinig van de walen om... Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, want ik ben geen Vlaming, dus heb ik een beetje een encyclopedie willen schrijven over alles en nog wat, over de taal, over het feit bijvoorbeeld dat de Walen geen Waals spreken, over het feit dat we soms Vlaanderen te veel zien als een bolwerk nu nog van extreem rechts, terwijl het al lang niet meer het geval is. Mm-hmm. Ja, het zat er allemaal in, dus hoe wij tegenover het Nederlands aankijken, waarom een Vlaming absoluut naar Wallonië moet verhuizen. Trouwens, weet je waarom? Nee. Omdat de bouwgronden in Wallonië 3 keer zo goedkoop, dus 3 keer minder kosten dan in Vlaanderen. Dat is toch de moeite? Dat is de moeite. Waar woont u ergens? Ik woon in helemaal het noorden van Limburg, tegen de Nederlandse grens. Dus... Dat is moeilijk worden dan. Ja, een beetje wel. Maar ik hou het in gedachten. Zeg maar, is het dan eigenlijk zo erg gesteld met de band tussen Wallonië en Vlaanderen dat jij daar een boek over schrijft? Ja, dat weet ik niet. Hè. Voor het ogenblik is het trouwens radio stilte. We weten niet waar wij heen gaan. Dat blijft echt een mysterie. Qua politiek maar, dan bedoel ja, jij? Of... Qua politiek, maar politiek en wat de mensen op het terrein ervaren is echt, denk ik, met elkaar verwezen. Als u nu ziet dat meer en meer Walen dus niet meer naar zee gaan omwille van de politiek, dat was gisteren op de regionale tv-zender van West-Vlaanderen te zien, dan ben ik zelf bezorgd. Dan denk ik, ja, alles hangt een beetje af van de politiek. Dus... Maar denk je dan ook dat er minder mensen naar de Ardennen zouden gaan omwille van uit Vlamingen naar de Ardennen? Dan? Ja, voorlopig hebben we dat helemaal nog geen teken van opgevangen, maar dat zou kunnen gebeuren. Dat zijn natuurlijk dingen die betreurenswaardig zijn, hè? Ja. Dat spreekt vanzelf. Want op het terrein stel ik geen enkel probleem vast qua menselijke verhouding. Het is wel zo dat als het falikant zou aflopen op het politiek gebied, dat het onder de mensen eventueel ook wat schimmiger zou kunnen worden. Hè? Nee, dat is niet positief. Nee. En als we supporter worden, dat is een beetje mijn vrees. Ik ben wel een voetbalfan, maar als we een en al supporter worden van ons eigen gewest, dan is het een probleem, denk ik. Ja, dus we moeten een beetje over de grens durven kijken. Hoop vandaar ik. Het boek. Hè? Dat klopt. Om een beetje de Walen wat beter te leren kennen. Hè? Zeg, hoe komt het dat Walen eigenlijk niet zo trots zijn op Wallonië als wij bijvoorbeeld op ons Vlaanderen zijn? Ja, dat is toch jammer? Als ik hier arriveerde, las ik dus op de deur, trots op Limburg. Ja, dat is inderdaad iets wat wij niet zouden gebruiken qua baseline, omdat wij Wallonië een beetje associëren met teloorgang. In die zin dat sinds de eerste wetten van die het land hebben gefederaliseerd, dus namelijk in de jaren 70 met Gaston Eyskens als eerste, dan gaat het van kwaad naar erger voor Wallonië. Dus associëren wij meer Wallonië met teloorgang een beetje. Daarom inderdaad worden Waalse politici een beetje te veel geneigd om nee te zeggen tegenover elke uitbreiding van meer bevoegdheden naar de regio's toe. Ja, ja.